Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van half acht vanochtend kunnen we duidelijk zien dat een groot deel van Nederland nog met opklaringen te maken heeft, maar een wolkenband ten westen van ons land die komt geleidelijk aan dichterbij. In Limburg komt eerst nog wat mist voor, die mist gaat oplossen en dan hebben we een tweedeling in het land. In de oostelijke helft de meeste ruimte voor zon, in het westen steeds meer wolken. Die wolken die breiden zich geleidelijk aan ook over de rest van het land wel uit. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en lokaal 21. 21 graden en de wind is zwak of matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond gaat de bewolking geleidelijk aan op de meeste plaatsen overheersen. En zou in het noordwesten ook een enkel spatje regen kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen dan zitten we opnieuw met een tweedeling, de meeste wolken opnieuw in het westen, de meeste zon in het oosten en noordoosten. De middagtemperatuur rond een graad of 20 en er waait een matige zuidelijke wind. Vanaf vrijdag gaan we echt richting herfstweer. Op vrijdag en zaterdag is het daarbij nog wel een graad of 17, soms ook wat zon en een behoorlijk stevige wind met perioden met regen ook. Op zondag is de temperatuur gedaald naar een graad of 12 en dan blijft het ook regenachtig. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.